In het programma proberen twee bekende Nederlanders zoveel mogelijk geld bij elkaar te verdienen. Dat geld komt ten goede aan haar crowdfundingsactie. Haar dochters Jane en Rosa lijden aan een bindweefselaandoening. Bij de twee zussen zit het probleem in de nek. De achterste hersenen dreigen de nek in te zakken, waardoor de hersenstam in de verdrukking kan komen. In Nederland wordt de operatie niet vergoed door de zorgverzekeraar. Een paar dagen na de uitzending kijkt Monique samen met haar dochters het programma terug. Ze heeft ruim een week tegen bijna niemand iets mogen zeggen. Vrijdag een week ervoor waren de opnames. En eigenlijk wil ik dan van de daken schreeuwen dat ze gewoon gebracht bij gaat komen. Maar je moest echt je mond dicht houden. Dus ik kon er gelukkig wel tegen mijn dochters vertellen. Die waren ook erg blij. En zaterdag mochten we het eigenlijk aan iedereen bekendmaken. De kijkers en de mensen in de studio weten dat het geld voor Monique is. Maar zelf wordt ze verrast. Eigenlijk compleet in shock. Het gaat gewoon zoveel door je heen dat je eigenlijk niet meer weet hoe of wat. Ik kreeg het enorm warm. Ik heb ook eigenlijk vanaf dat moment alleen maar staan te trillen. Het is geweldig. Ja. Het was zo'n enorme stap vooruit. De teller staat nu op 150.000 euro. Nu het geld bijna binnen is, kan de operatie beginnen. Ik ben heel nerveus over de operatie en alles eromheen. Maar ik ben wel blij dat het nu echt een stap dichterbij is. Ja, enorm veel berichtjes en vooral hele lieve woorden. En iedereen die leeft zo mee en die helpt mee delen en doneren. En het is echt een beetje onwerkelijk om te merken dat iedereen zo erg meeleeft. 13 april gaan we naar Barcelona vliegen. Dan staan de 15 april onderzoek ingepland. En er wordt Jane 20 april geopereerd en Rosa wordt 21 april geopereerd. Er zijn maar 200 mensen in ons land die de aandoening hebben.